Lachen met de tandjes. Hey guys, welkom bij een nieuwe video. Ik heb vandaag groot bezoek van wie ben jij? Quinn. En ik heb afgelopen week een bestelling geplaatst bij de notenshop. En dat is aangekomen, maar ik heb gewacht tot deze video om de doos open te maken. Dat is wat ik vandaag samen met Quinn ga doen. Ik ga de doos openmaken en jullie laten zien wat ik allemaal besteld heb. Er is wel één klein probleempje. Toen dit pakket geleverd werd, was ik niet thuis. En het was die dag super warm. En de postbode heeft het pakket gewoon voor de deur gezet. En dit is wat er gebeurd is. Dat is geen goed voorteken, dus ik hoop dat alles nog... Pas op. Oké. Ja, dat is Quinn. Ik hoop dat alles nog in orde is in de doos. Quinn. Ja, jij bent Quinn. Kom, we gaan de doos openmaken nu, hè. Quinn, je gaat alles eruit halen voor mij. Oké. Ik heb ook al mooie tekeningen op de doos van Quinnetje. Oké, top. Pak je mutsje af. En zo. Oké, pak maar het eerste uit de doos. Pak maar. Ja, dat is niet belangrijk. Pak maar. Oh, lekker! Wat is dat? Het eerste dat Quinn eruit haalt is dit potje met paranoten. Daarvan neem ik er elke dag eentje, want dat is heel goed voor uw selenium. Dus ik heb maar een klein potje genomen, omdat ik dus maar eentje per dag nodig heb. Die. Ja, oké, die. Het volgende is een klein potje met amandelnootjes. En ik heb de amandelen in stukjes genomen, omdat die goedkoper waren. Lekker, hè? En eigenlijk, als ik die nootjes gebruik, is het voor op mijn smoothie bowls en zo. En dan doe ik ze zelf ook in stukjes. Dus dit is eigenlijk ook gewoon handiger en goedkoper. Kom eens hier zitten met Fie, dat is fijner. Kom eens hier, zo. Oké, je bent te klein, schat. Ga toch maar recht staan. Die? Misschien? Deze? Oké, is misschien een beetje zwaar voor hem. Dit is 1,5 kilo boekweitmeel. En aangezien ik de laatste tijd. Lekker hè? Aangezien ik de laatste tijd een beetje meer glutenvrij probeer te eten, gebruik ik boekweitmeel om mijn wafels mee te maken. En dat lukt altijd heel goed. Dus vandaar 1,5 kilo. Quinn had al wat volgende eruit gehaald. En dat is dit potje met chocolade pinda's. Heb ik bij mijn vorige bestelling ook gekocht. En was echt zo lekker. Dus deze keer weer een potje. Geentje proeven? Hier. Ga eens kijken daar. Hoe lekker. Wow. Kijk, Quinn. In deze pot zit er popmaïs. Wow, biologische popmaïs. Dit heb ik gekocht om popcorn mee te maken een keer. Niks speciaals eigenlijk, maar popcorn is wel eens lekker. Wow! Het volgende dat uit de doos wordt genomen, dat zijn tarwegluten. En ik heb hier... Wacht. Kibbel. Oh, Quinn, je kan dat al goed laten zien, hè? Even terug in het doosje, hè? Dus zoals ik zei, tarwegluten. Ik heb daar nog nooit mee gewerkt. Maar hier kun je heel veel vleesvervangers mee maken. En ik wou eens proberen om zelf frikandellen te maken. Dus vandaar dat ik dat gekocht heb. Het wordt wel een experiment, maar we zullen wel zien of het lukt. Het volgende... Huh? Ah. Ik had het dus blijkbaar twee keer besteld. Alweer chocolade pinda's. Ik denk dat Quinn hier heel blij mee is. Die heeft dat super graag. Ik wist alleen niet dat ik dat twee keer bestel had, maar oké. Okay. Het volgende. Kie. Ja, die. Dit is de aankoop waar ik het meest... En die? Goed zo, Quinn. Nee. Ja, je kan echt een YouTuber worden, Quinn. Nee.
Dit is 1 kilo cashewnoten. Cashewnoten zijn echt mijn... Oké. Okay. Hij wil die hebben. Ik ga het geven, hè. Oh, dit is echt een chaotische video. Cashewnoten zijn echt mijn favoriete noten aller tijden. Ik vind die echt zo, zo lekker. En deze keer heb ik dus maar meteen 1 kilo gekocht. Maar ook weer de stukjes. Omdat die goedkoper waren en omdat ik ze zelf toch altijd in stukjes hak. Dus dit was gewoon logischer om te kopen. Zeg een hallo. En weet het duidelijk wat ik wil. Oh my god, ik wist niet dat ik de deksel daar niet had opgedaan. Oh my god. Uh-oh, Quinn. Oh nee, kijk. Nu liggen al die pinda's hier op de grond. Raad eens op, Quinn. Oh my god. Oh my god, kijk. Raad eens op. Die raapt die gewoon op en die steekt hij dan meteen in zijn mond. Quinn, dat is niet de bedoeling, hè. Oh my god. Wat een fail van mij. Het volgende, dat is nougatine. Dus pinda krokant. Ik dacht dat dat zo van die Brazilienne nootjes waren, maar ik weet het eigenlijk niet zeker. Maar ik heb dit gekocht omdat mijn papa dat graag eet bij zijn ijsjes. En ik moest iets doen om aan de 40 euro te geraken voor gratis verzending. Dus vandaar dat ik dat gekocht heb. Als voorlaatste heb ik blijkbaar ook de tarwegluten 2 keer besteld. Dat wist ik ook niet. Maar zoals ik zei... Oh, denied. Zoals ik zei, kun je met tarwegluten heel veel vleesvervangers maken. En ook gewoon gebak en donuts en van die dingen allemaal. Dus ik ga daar eigenlijk mee experimenteren. Gedaan, hè? Gedaan, hè? Het is echt verslavend, die pinda's. Dat is de laatste, hè? Nu even. En het allerlaatste in de doos, dat zijn cashewnoten met chocolade erom. Ik heb die nog niet geprobeerd, maar die zullen wel even goed zijn als die pinda. Ja, Quinn. Het was eigenlijk het slechtste idee ooit om deze video met Quinn te filmen. Het enige wat hij de hele tijd wil doen, is alles eten waar chocolade rond zit. Maar dat mag niet, hè, Quinn? Ja? Wat? Komt een beetje slijmen nu, hè. Wat een neppe lach. Kijk, die komt de hele tijd. Maar wat wilt jij? Wat wilt Quinn? Maar dat mag eigenlijk niet. Jij bent echt een slijmbal, Quinnetje. Wat een slijmbal. Gaf Quinnetje 4 kusje voor zo'n nootje. Aha. Oh, jij bent echt niet braaf, je kleine stoterikje. Mama. Mama is niet hier nu, hè? Papa. Papa ook niet. Wie ben ik? Fie. Is dat... Oei, waar is dat? Je ziet niet uit. Wat, lief? Vindt Fieke niet mooi? Paars. Pas op met mijn oog. Dus dat was alles wat ik besteld heb bij de notenshop deze keer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. En ik hoop dat ik jullie weer zie in de volgende video.